Jullie hebben heugelijk nieuws gekregen, maar wat was het nieuws precies? Ja, we zijn bij de laatste 5 mondiaal nieuwste beste hostel verkozen. Dus we laten... Ter wereld, ja. Zo, ja. Dus dat stelt... Ja, het is niet een lokaal wedstrijdje, laat ik het zo zeggen. Nee, dus het was heel goed nieuws in toch wel een pittig corona-jaar. We hebben wel even een dansje gedaan. Hoe kun je daarvoor verkozen worden? Hebben jullie zelf moeten opgeven? Of komen zij onafhankelijk... Het is een prijs uitgereikt door Hostel World. Dus eigenlijk alleen voor hostels. En ik kreeg een mail van Hostel World of we wilden meedoen. Nou ja, hebben we gedaan. Dan hebben we de eerste badge hadden we al achter ons gelaten, dus dat is een jury verkozen ding. Ja. Toen zaten we bij de laatste 35, vonden wij voor een mondiale prijs al ook al heel mooi. Ja. En toen kreeg ik op 1 april nieuws dat we dus bij de laatste 5 zaten met de Filipijnen, Mexico, Amerika en Milaan. Dus, en ons mooie Maastricht. Kijk eens aan, super. Ja. En wanneer horen jullie? Of wat is nu het vervolg? Komen ze dan eerst op bezoek als jury? Juryrapport is al geweest. Nu komt het aan op stemmen. Gasten of onze sympathisanten. Ja. Misschien Maastrichtenaren die ons een warm hart toedragen. En goede reviews. En op basis daarvan horen we op 28 april of het geworden zijn of niet. Tot de 18e kan er gestemd worden. En weet je toevallig op welke site? Of, op de site van Hostel World zelf. En dan moet je kiezen voor Oscars. Altijd in Oscars. Ja. En wij zijn verkozen tot beste nieuw hotel. Beste dat nieuw. Is de categorie. Goeie naam. Gaan we doen. Veel succes. Dankjewel.